Hi, en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Mathia en vandaag is het zondag en dat betekent een nieuwe Sims aflevering van de 1 miljoen challenge. Ik ga 1 miljoen verdienen met de Sims zonder dat ik een baan heb. Daar zijn we vorige week mee begonnen. Mocht je die video nog niet gezien hebben, check die dan zeker, want dan zie je het begin. En voor deze week staat er weer een leuke aflevering over de planning. Dus laten we snel beginnen. Vorige week zijn we begonnen met um, een club starten met allemaal schilders. En die zorgen ervoor dat ze mooie schilderijen maken. Dat is nog niet helemaal gelukt. Dus we zijn een beetje aan het zoeken naar wie er in de club mogen. Uh, en de, die schilderijen die zij allemaal maken, ga ik dan verkopen voor 300% van de prijs. En daar verdien ik dan heel veel geld mee. De challenge is dus om 1 miljoen te verdienen. Zonder een maan. Dus, dit is de manier hoe ik het ga uitspelen. En ik hoop dat het heel snel gaat. Maar dan moeten ze wel echt beter gaan schilderen. Dus, dat is nu eigenlijk de challenge: zo goed mogelijk uh, schilders in mijn club krijgen. En ondertussen zelf ook een beetje beter worden in schilderen. Laten we gewoon uh, beginnen. Of verder gaan met waar we gebleven waren. Enjoy watching! Nu ga ik eerst eens even kijken wat ik allemaal in mijn zak heb. Inventaris uh, kijken. Die mag erop. Oh. Ja, die niet. Die ga ik gewoon verkopen. Alles hoger dan 200 euro mag erop. Oh, dat was eigenlijk geen 200 euro. Die mag. Wacht. Ik doe ze eerst allemaal. Ik doe ze eerst allemaal hier. En dan doe ik zo. En dan doe ik deze. Deze. Die mag erop. Die mag erop. Die mag erop. Die mag er niet op. Die mag er niet op. Die mag er net op. Die mag er net op. Mag er ook net op. Die niet. Die niet. Wacht, die kunnen we dan toch gewoon meteen kopen. Ja, wat doen we moeilijk? Alles onder de 200 euro gaan we gewoon meteen verkopen. Ik wil deze uh, hebben. Die is zo mooi. Even kijken. Um, wat is dit? Nee, die wil ik er niet meer bij hebben. Oh, ze heeft ze weer eentje gestart. Aha. Hou daar nou eens mee op. Oké. Okay. In daar eens kijken. Hup en hup. En dan... Volzetten. Ja. En dan bedienen. En dan. Kooimart starten. Oké. Okay, pauze. Nu zijn ze klaar. Dus nu gaan ze mooi meteen ook weg. Kijk, dan hebben we hebben deze. Kijk, nu hangen er echt alleen maar mooie schilderijen. Die veel waarde hebben. Dus als er een verkoopt, dan is het meteen ook echt een hele hoop geld. Al die. Ik hoop dat die verkocht wordt. 900 euro, ja, dat is als je... Kijk, top, dit gaat goed. Dit was het meeste werk, maar dat is uh, niet meer. Eh, uh, volzetten. Uh, nog een keer. Daar kreeg ik helaas geen geld voor. We zitten inmiddels op 13.000 eh, uh, 473 euro. 13.200. We moeten nog. 980.000 ongeveer. Meer dan 980.000. Eigenlijk wat schot weer in de zaak zitten. Hey. Oh, die grote is verkocht. Kijk. Die dure is verkocht, bedoel ik eigenlijk. Oh, ik moet naar het toilet, volgens mij. Hij maakt wel vaak een meesterwerk. Dat is wel nice. Ja, ik denk dat toch. Degene die ik ga verkopen. Dat het toch 2000 plus gaat worden. Want uh, dit schiet anders niet op. Of uh, 300 plus moeten ze zijn. Ik kan het niet zien. Oh, deze is echt slecht. Maar hoe iets? Wie had die gemaakt? Urilke, die gaat uit de club. Urilke gaat uit de club. Helemaal niet goed in schilderen. Maar wat is dit dan? Waarom is creativiteit dan? Dat snap ik niet helemaal. Eh. Uh... Hier. Oh, dat mag helemaal niet. Hmm. Ik ga eens even kijken of ik wat extra schilderkwaliteit kan toevoegen aan vaardigheidsbonussen. Oh, kijk, schilderen. Ja, dat willen we. Oké, okay, dat waren mijn punten. Even kijken, wie zal er ook goed zijn in. Holly dan maar. Ik ga Holly een kans geven. Ja, de bijeenkomst is voltooid. Oh, hij heeft een heel lelijk schilderij gemaakt. Meen je niet. Nou, komt u maar, mensen. Het is veel van die figuur, maar waarom zou je dat kopen? Dat is heel saai. Ik vind eigenlijk alles wat nu erop zit helemaal niet zo mooi. Ik ga investeren in een beter bed. Zodat ik niet meer iedere keer. Oh, Wacht. Inside-hygiëne. Slaapvervanger. Oh, die gaan we drinken. We gaan naar de Art Gallery. Misschien kunnen we daar mensen vinden die heel goed kunnen schilderen. Wie weet. Laten we hem meenemen. Is wel gezellig. Hij is ook. Een artistiek type. Dus misschien kan hij wel nieuwe artistieke types vinden. Lotte Plezant. Daar gaan we tegen praten. Kijk, die kan wel schilderen. Hé, hey, wil jij in onze club? Nou, Michael heb ik nog nooit gezien. Dus misschien dat ik Lotte plezant is ga vragen om te joinen. Nou, dat is een goede toevoeging geweest. Uh, wat moet ik hier doen? Naar huis gaan. Dus we zitten op. Even kijken. 1%, 2%, 2,5% van wat we moeten halen. Ik wil niet zo'n slavendrijver zijn dat ze maar non-stop schilderijen moeten maken, maar ik denk dat we daar wel naartoe moeten gaan en dat we alleen de schilderijen hier verkopen boven de 1000 sim dollar. Oké, okay, we zijn er weer. We hebben haar eventjes uh, happy gemaakt, alleen sociaal is het niet helemaal happy de Peppy, maar maakt niet uit. We gaan. Uh... We hebben een bijeenkomst gestart. We gaan weer flink aan de. Slavendrijverij. Nou, die slavendrijverij dat duurt zo lang dat ik even een versneld afspeel en er gewoon even een gezellige voice -over overheen geef. Dus, uh, ik krijg ook berichtjes van zo'n. Uh, deze vrouw, 1000 euro geven. Ik. Dat is een gokje. Volgens mij krijg je dan meer geld terug als je het, uh, 1000 euro geeft. Maar ik weet niet precies hoe het werkt. Dus dat is een gokje. Ze maken inmiddels wel wat duurdere schilderijen. Zoals Christopher en Gemma, die zijn echt goed. Die maken veel meesterwerken. Die zijn echt top. Maar gelotte geef ik nog een kans, maar ik gooi er ook iemand uit die gewoon echt slecht is. Um, we, gaan, we zitten op het punt dat we alles boven de 400 dat mag, uh, mag op het. Uh, bord en alle gekleurde, want die vind ik wat leuker dan die figuurschilderijen. Maar die schilderijen van figuur die zijn doen het wel goed. Ze, ze leveren veel geld op. Uh, ja, volgens mij zat hier ook een stukje bij dat ik zelfs 5000 euro kreeg voor mijn schilderij. Dus dat is mooi. Zit inmiddels op de 44.000 uh, sim dollars. En ja, de slavendrijverij gaat gewoon lekker door. Dus vandaar dat ik dit zo even versneld afspeel. Ja, dat, dit blijft maar gaan, het blijft maar gaan. En het werkt goed, hè. Het, het, het duurt alleen eventjes. Ik moet mezelf alleen een beetje onderhouden. Even af en toe naar het toilet, naar het slapen. Ik heb nog steeds niet geïnvesteerd in een bed. Dat wil ik wel, maar dat doe ik steeds niet. Nou, ik, op een punt zit ik nu dat ik ook af en toe. Oh, hier moet ik weer geld geven. Ik doe het maar. Maar ik vertrouw het toch niet helemaal. Nou, weer een bijeenkomst gestart. Lekker schilderen. Het, zijn een soort, ja, het is een soort leger aan schilderen. Raars, schilder schilders, <laughs> ze werken voor mij en uh, ja, het is een fantastisch businessmodel. Ik zou het eigenlijk in het echte leven ook op moeten zetten, dat mensen hier gewoon komen schilderen en dan verkoop ik dat aan de straat. Alleen dan, al, kijk, in het echte leven kan ik gewoon zeggen, hou nou eens op met die figuurschilderijen, want ja... Is toch gewoon saai, die figuurschilderijen. Waar willen ze ook naartoe gaan, hè? Ik heb nog niet het idee dat die figuurschilderij. dat we daar het eindresultaat van gezien hebben. Het is iedere keer zo hetzelfde. En steeds een stadium verder. van iets uitgebreider uh, geschilderd. om maar zeggen, iets meer detail erin of zo. Maar toch, het eindresultaat zie ik er niet in. Terwijl die andere schilderijen zijn eigenlijk veel leuker en origineler. Dus, nou ja. Ik denk dat hier mijn voiceover over wel uh, even ophoudt. En dan uh, gaan we weer terug naar de real-time. Oké. Okay. Nou, kom dat zien. Kom dat zien. Ik hoop de schilderijen van mijn legertje. Mijn schilderleger. Hé, hey, dit is een mooie auto. Hij heeft een mooie auto geschilderd. Oké, okay. er gaat iets niet helemaal goed. Want het duurt veel te lang en het is veel te saai om in 1 miljoen te verdienen. met schilderijen te verdienen. Dus ik moet echt gaan scouten naar wie er goede schilderijenmakers zijn. Uh, wat je misschien niet verwacht. Ik ga de kunstclub veranderen. De vereisten ga ik veranderen, uh, niet die. De eigenschap creatief moet je hebben. Oh, dan mogen er twee blijven. Deze mensen mogen dus ook in mijn club blijkbaar. Kijk, nou weet ik dat deze er dus in mogen. Um, die is ook gewoon schilder. Zij is ook schilder. Dus ik ga in... Dat is een tiener. Ash is een tiener. En dan gaan we de punten vrij spelen. Deze 500, dus daar zijn we bijna. En dan mag Angelo weer terug in de club. En dan haal ik die vereiste eraf. En dan kan Angelo erbij. Nu heb ik dus alleen maar mensen die heel goed zijn in schilderen. Of in ieder geval zijn ze creatief. Of ze goed zijn in schilderen, dat, is, dat valt nog te betwijfelen. Oh, start starten. Let's go. Now. Jullie schijnen goed te zijn, dus geef mij goede kunstwerken. Kijk, ze zijn met z'n Oké, okay, we gaan deze lelijke schilderijen die je er nu bij... Omdat we Christopher missen, gaan we hierheen volzetten... En starten. Kijken of we weer wat kunnen verkopen. Nu wellicht wat minder. Zijn dure dingen. Maar daar gaan ze, misschien daardoor gaan ze ze wel beter verkopen. Je weet het niet. Ja, ik, wil, ik wil gewoon Christopher terug. We kunnen Christopher eigenlijk helemaal niet kwijt. En Grace was eigenlijk ook heel goed. Dus ik ga Ash verwijderen. Oh nee, Gemma heette ze. Niet Grace. Oké, okay, dat was echt heel dom om te gaan wisselen. Dus volgende keer. Dan is onze Christopher, onze meesterwerkartist. Is gewoon weer terug. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar de tweede aflevering van deze serie. Uh, een miljoen verdienen zonder carrière. Het is best wel pittig. Ik ben benieuwd of we volgende week. Het gaan halen. We zitten nu op 160.000 160 uh, simoleon dollars, sim dollars. En het zou mooi zijn als we volgende week die miljoen halen. We gaan heel hard knallen. Ik ga hem gewoon op super speed zetten. Dankjewel voor het kijken vandaag weer. En ik zie jullie heel graag bij een volgende video. Doei!